Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van Gierige Gasten. Mijn naam is Joost. En mijn naam is Niels. Joost, het is weer Friday Night. Het is weer Halloween. Halloween. Ja, dat betekent een leuke avond in Walibi. Daar willen we natuurlijk heen. Ja, maar hoe gaan we erheen? Dat is nu een beetje de hamvraag. Ja, nou, ik heb dus gebeld met een schoonmaakbedrijf. En wij gaan als schoonmakers, want we mogen van alles nog wat qua schoonmaakoutfit lenen. Dus wij gaan als schoonmaker proberen binnen te komen bij Walibi. Oké, dit is het schoonmaakbedrijf die we gebeld hebben. En dat is gewoon een trouwe kijker, super relaxed. Dus van hem mag ik een schoonmaakwagen, schoonmaakspullen, een dweil, et cetera. En werklening lenen. Nee, ze willen niet op beeld, hè? Ah ja, ze willen niet op beeld, hè? Ik blijf hier. Blijf jij hier, ga ik het gaan halen. Hey, dit kun jij, man. Dit kun jij. Best wel succes. Ik blijf wel in de kou staan, hoor. Totaal niet koud. Nee, hoor. Ik red me wel. Check deze bak en set. Even eerlijk, alles erop en eraan. Werkte nietjes, helemaal goed. Ik denk eerlijk dat dit wel wordt. Dus ja, het is nog even een paar uurtjes wachten en dan gaan we naar Walibi. Kijken of het werkt. Ga ik Niels ophalen. We zijn er, Walibi Holland. Oké, dus dan gaan we even nu naar een parkeerplaats en dan gaan we ons daar vermommen. Oké, luister. We zitten hier echt in het hol van de leeuw. Dat is niet normaal. Er lopen dus allemaal kinderen om onze auto heen. Er staan hier allerlei bewakers met een geel hesje die allemaal auto's lopen te delegeren. Maar ja, dan moeten wij zo meteen hier uitstappen met een supergrote schoonmaakwagen, ouwe. Ja, het enige wat wel chillen is, is dat dit is een kiss and ride. En er zitten tegenover ons ook allemaal auto's met mensen erin. Je kan gewoon wachten. Dus jij kan je alvast wel gaan vermommen in de auto. Moet je even voorstellen, er lopen dus alleen maar kinderen en bewakers hier. En ik doe even een pruik op in de auto. Brilletje erbij. Brilletje erbij, niks aan. Oh, er zitten nu twee bewakers naar ons te kijken. Dus ik zou gewoon even wachten zo. Nou, wat gaat hij nou doen? Wat komt hij nou aan het toe lopen? Geen idee. Oké, kan jij mij die pet geven? Ja, hier heb je de pet. Dan valt er misschien iets minder op. Ik lijk echt op een serie verkrachten. Je lijkt echt op een downie, ouwe. Ouwe. Ik kom hier echt met een reden bij al die kinderen, hoor, denken zij. Nee, je hebt een overal. Ja. Kijk hem eens eventjes. Hoe zie ik eruit? Ja, echt als een downie. Oké, het is tijd voor actie. Ja? Ja. Ik heb echt geen idee of ik het goed in elkaar zet, man. Maar... Maakt niet uit. Ik stap uit. Zijn Nelis? Ja. Jammer. Dank je. Het is ook chill dat Niels een vermomming heeft. Dat zijn natuurlijk heel veel jongeren, toch? Dus die herkennen hier gasten snel. Herken Nicola? Lekker Nelis, je bent voorbij. Dat man is het. Zijn we weer? Zijn we weer? Ja, ik heb net buiten de wc's. Ik kan net zeggen, dat geloof ik ook niet helemaal. Oh, hoezo niet? Nee. Nee? We hebben geen schoonmaak van het begin. Is het zo? Ik ben externe ingeschakeld. Nee, maar dit zit ook. Ja, goed. Hoe was de groep van hier gasten, toch? Ja, man! Ik zweer het, hè! Ja! Hij maakt de camera. Ik zit stil, man! Helaas, jongens, het is niet gelukt. Maar strijden! Waar is die andere? Die andere die is hier ook ergens in de buurt. Het is mislukt! Nelis, je bent best snel weer terug. Ja, dit ging heel slecht, Joost. Vermomming werkt toch niet zo heel goed. Ja, lekker. Ja, gisteravond is helaas niet gelukt. Nee. We hebben het echt heel goed geprobeerd, alleen je wordt alsnog gewoon herkend. Ja, het is een hele grote domper, maar dat betekent dus dat wij gewoon heel veel moeite hebben om concerthallen, pretparken, nu nog binnen te komen. Het wordt gewoon echt heel erg lastig. En daarom, als jij denkt dat je het beter kan, daag je uit. Ja. Wil jij ook een keer meedoen als gierige gast? Laat het even weten in de comments.
Ja, en dan gaan we even testen in hoeverre jij een gierige gast bent. Dus laat het weten in de comments. Like even de aflevering. Ja. Als jullie dat nog niet hebben gedaan, moet je dat nu nog even snel doen. En abonneer natuurlijk op het kanaal. En dan zien we volgende week gewoon weer. En misschien doe jij dan wel gewoon mee. Yes. Later. Later.